tanken is sinds afgelopen weekend weer duurder geworden. Een deel van de tijdelijke korting is namelijk verdwenen. In onze stad betaal je dus inmiddels weer bijna 2 euro voor een liter benzine. Pakken Tilburgers hier nog minder de auto of rijden ze juist naar België voor een goedkope tankbeurt? Ik denk de mensen die dicht bij de grens wonen natuurlijk wel, ja, maar als je 2 uurtjes verwijderd van de grens, heeft het geen nut volgens mij. Niet goed. Ik vind dat een beetje schandalig dat ze er 17 cent op rammen. Een beetje omhoog gegaan, maar het is niet echt superveel of zo eigenlijk. Een paar eurotjes, een eurotje is niet veel toch? Wegens die dure benzineprijzen, toch wel de fiets. Ik heb er nog niet veel van gemerkt, want ik kom zelf niet uit Nederland. Of ik woon niet meer in Nederland tenminste. Ik woon heel dicht bij de stad, dus dan pak ik de fiets. Maar inderdaad, ik zal de auto nu niet meer vaak pakken. Nou, die staat heel vaak thuis, maar die rijdt maar één keer in de week. Dus voor ons is lopen of fietsen. Zelf pak ik sowieso de auto heel weinig. Omdat ik zelf nog een student over heb. Ik heb een leaseauto, dus uiteindelijk komt het nu vanuit de werkgever. Maar volgens mij zijn ze wel iets gestegen. En als ik naar de buren ga, België of Duitsland, dat denk ik 15 cent goedkoper. Nou, zeker niet hoor, want dan moet je weer extra verrijden. Dus dat is ook zonde van de benzine.